Hello mga guys, good afternoon. So, uwi lang si Inday galing sa work, mga guys. Kapoy. So nag-ano. Ito yung ano kain tayo mga guys, noodles na ano, nilagyan ko ng gulay. Saka alagyan ko ng ano mga guys, to. Atis. So guys, mga patpatis. And I have tomato juice. Tapos lagyan ko ng konting chili. Nice ng weather ngayon mga guys. Ang oras ngayon dito ay ano, alas 3 ng hapon. Kain tayo sa inyo mga guys. Ano, sibuyas to mga guys na ano. Galing ako sa work. Gutom ako. Lekker. Ano mga guys, noodles, lagyan ko ng gulay at saka ano. Para may vitamins. At saka itlog na nilaga. Tomato juice. Kain ng ano, nilagang itlog. Harap mga guys. Gutom ako mga guys kasi unti lang kinain ko kanina sa work, sa trabaho. Hanggang buhay dito mga guys. Hindi porke na may puti tayo. May puti ka. Hayahay ang buhay. Hindi. Kailangan nga magtrabaho para magkapira. Hindi ko naubos yung baon ko kasi nasira yung microwave doon sa trabaho. Malamig yung pagkain. Kaya hindi ko naubos. Tapos nakalimutan ko nandun sa rep. Naiwan. Kasi dito mga guys, magtrabaho ka, ano, kompleto yung canteen, may microwave, may rip, may ano, may kape din. Gusto mo choco, ano, choco, chocolate, choco milk, mayroon din. Init ngayon dito sa Netherlands mga guys, mainit. Ito, tomato juice, tamatis.
Ginawang Diyos niyan. Summer na dito mga guys sa Nidalam. Noodles na nilagyan ko ng maraming gulay. Uy. Ang langaw. Tapos itlog ng nilaga. Hindi ko pala natanggal to. Mas kasi mga gal. Bukas babaunin ko siguro mga guys, ano?
trabaho. Tinapay. Ano? Mga langaw pag nakaamoy talaga ng ano, isda. Kasi ito mga gay patis, oh. Sarap na patis mga guys. Galing sa Thailand. Made in Thailand. So, ganyan dito mga guys. Kung halimbawa punta kayo dito, ganyan lang talaga magtrabaho. Hindi pwede hindi magtrabaho mga guys. Wala tayong tira. Kaso ito, totoo yung sinabi nila. Ang mga puti, iba ang ugali. Hindi ka binibigyan ng pera. Kaya sariling kahoy kayo. Yan! Hey! Daar zit je. Hey, kom, was je al droog? Huh? Was je al droog? Wat droog? Geverf. Nou ja, is het droog? Ja, het is maar het is wel water hoor, wat erop zit. Het is heel warm. Ja, daarom ook. Smaak het? Goh. Even een beetje vitamine en stop, kom ik heb het weer al in mijn rug. Huh? Ja, mooi hè. Hey, deze ja. Allemaal hoor, ze doen het allemaal goed. Ja. En de dieren ook daar. Alleen, ik vind één ding vind ik zonde, nou zag ik ze net voorbij fietsen, maar ja. Hm? Ze zag mij niet. Ad, die zus van oma Kauwi Jochems. Niet doen. Ja, deze moest eraf, deze ook. Hij is een bloem in. Nee, is goed. Nee, zo is goed, zo is goed. Anders wordt het zwaar, dan breekt hij. Nee, dan breekt hij, Roos. Ik weet al wat ik moet. Nou, ik heb er nou 1, 2, 3. En ik ben er nog aan het kweken. Maar ik heb van Ad, is een blauw gat. Precies hetzelfde als deze bloemetjes. Mm. En die, een stekkie. En die is dood gegaan. Dat vind ik zo zonde, want ik wou graag een blauwe fuchsie ook. Want deze heb ik allemaal zelf gekweekt. Hé, hey, die moet ik spuiten voor bladluis. Ik kom bladluizen, zie je dat? Maar ik zeg hem wel, ze is zo genoeg, hé. Kijk, dan doe je het topje eruit. Weet je wat hij dan gaat doen? Dan gaat hij in de breedte. Kijk, deze is ook eigenlijk hoog genoeg. Enkel, kijk, enkel een kleine topje. Camera, man. Camera, ja. Dan moet je niet aan je kamer. Dat doet het allemaal goed, toch? In zijn oude blaadje. En ik heb er ook uitkijken. Dat heb ik van voor ook gedaan. Maar oude blaadjes, want planten moeten licht hebben. Ja. Die aan de voor die zijn al zo groot, er komen al bloemen. Wat heb je fles bier gezet voor dan? Ik krop jou. Nou, dan zal ik zo eventjes een beetje vitamine geven. Oh, dan moet ik nog een gatje boren, want hij moet vast dat hij niet omhoog kan met de wind. Morgen. Ja, morgen regen misschien weer. Morgen regen. Ja, kans op een bui zeggen ze elke keer. Ja, dat is makkelijk hè, om dat te zeggen. Dat is makkelijk om te zeggen, kans op een bui.
Elke morgen loop ik blaren te vegen en alles goed te maken. God zeg, Lilian, jij trapt te druk mee. Ik zeg, ja, maar dat is ook mijn hobby, Lilian, dus dan is het niet erg, hè? Ik zeg, kijk, de krokjes, man. Dat is ook mijn hobby. Tuinieren doen dat 30 jaar. Lilian, busy met de... Fuchsia's. Ja. Bloemen, fuchsia. De naam is fuchsia. Bye, my guys. See you later. I have another blog letter. Okay, I'll do.